destijds. Andrew Geddes vertelt erover. I think we did it as quickly as possible. We still lost 1500 Dutch people from starvation before we could get the food down to them. We took risks with that in that several of the aircraft actually were in flight on Manor before the treaty had been formally signed. Where are they? There they are, right in front of you. Hier werd het de oude Britse luchtmachtgeneraal even te machtig. Terugdenkend aan toen, toen hij hoopte hongerend Holland nog te kunnen helpen. And away they went. So that once we had defined the area and defined the danger areas which they shouldn't go into, there were certain closed zones which we agreed to, where the Germans kept their E-boats, for instance. Well, it was only fair to make sure that the bombers didn't stray over them, because everybody was so trigger happy that they might have got shot down when they were purely dropping food. Andrew Geddes zou vanmiddag van het ene huldebetoon in het andere vallen. Een spontaan applaus voor het Rotterdamse stadhuis. En met de oudstrijders binnen ontving hij uit handen van minister-president Lubbers de Erasmus-medaille. Een eerbetoon voor hem en al die andere geallieerde bevrijders van 40 jaar geleden. De lintjesregen van vandaag, daar hebben we het even niet meer over. U ziet het al achter mij, we gaan het hebben over de paus. Maar ik kan u wel zeggen dat de film over een mevrouw die 35 jaar lang de huishouding doet bij twee broers in Eemnes, die film komt vanavond in het journaal van 8 uur. Goed, de paus nu, die komt naar Nederland, dat is intussen wel bekend. En niet alleen Nederland, maar ook de paus zelf treft hiervoor zijn maatregelen. Dit is een Range Rover, dus een nieuw model, maar met een glazen huis erop. Gemaakt van zeer dik en kogelvrij glas. De enige en echte pausmobiel. Hij is al in Nederland. Vanmorgen arriveerde de pausmobiel per vrachtwagen vanuit Rome. En hij wordt de komende dagen met de nodige zorg gestald in de garage van de Algemene Verkeersdienst in Driebergen. Maar de pauselijke voorzienigheid gaat ver. Er is een reserve pausmobiel meegekomen, want een ongelukje is snel gebeurd. Dat was heel wat beter dan gisteren. Op enkele plaatsen viel nog wat regen, maar op veel andere bleef het droog en was er wat zon. Maar de temperatuur kwam niet boven de 10 graden uit. Morgen krijgen we te maken met de bewolking die op de foto boven Engeland is te zien. Vannacht zijn er nog flinke opklaringen, maar morgen is het een bewolkte dag met in de middag mogelijk wat regen of motregen. Het wordt zo'n 11 graden. De wind is matig en komt uit het zuiden. Morgen is er weer een 17:30. Goedemiddag.